dragen jullie ooit merkkleding? Nee, ik ben er eigenlijk niet zo van. Ik koop meestal gewoon dingetjes tweedehands of merken. Nee, eigenlijk niet. Ik draag wel eens merkkleding, maar meestal niet om het merk, maar gewoon omdat het dan kleding is dat ik denk de kleding is mooi. Nee, niet zo heel veel. En waarom komt dat? Ik ben een arme student op dat gebied, denk ik ook wel een beetje, helaas. En verder vind ik het ook niet altijd even mooi. Nee, nu af en toe van die dingetjes. Ja, en waarom draagt u niet zoveel merkkleding? Is dat... Ik vind het niet zo. Dat is meer voor de jeugd. Ja. Voor mijn zoon bijvoorbeeld en voor mijn neefs. Ja. Voor de 20, 25, 30 categorie. Ja. Draag jij wel eens merkkleding en zo? Ja, waarom? Nee, ik doe het niet. Nee? Nee, ik doe de laatste tijd haal ik vaak vintage. Ja. Of ik maak zelf dingen. Of ik knip dingen. No, not really. I really like thrift shopping. Yes. And my mom's wardrobe. But yeah. But not really. If I have something like from a brand, I think it would be occasionally from a thrift shop or something. Ik heb ook het gevoel dat dan het grootste geld naar het merk zelf gaat. En ik vind het belangrijk hoe kleding geproduceerd wordt en tweedehands kleding, duurzaamheid. Ja, en ook originaliteit. En eigenlijk is het voor mij dat ik denk, het moet gelijk goed zijn. Ja. Nou ja, als ik merkkleding koop, doe ik dat niet om het merk. Dus dan ga ik ook niet per se. Want meestal, als het nep merkkleding is, dan zijn het meestal gewoon redelijk saaie dingen. Maar dan met een nep merkje erop. En dan is het voor mij niet per se. Dat is niet de reden om merkkleding te kopen. Ik vind het eigenlijk gewoon heel duur voor wat je eigenlijk krijgt. Vind ik het in verhouding niet heel uniek. En ik denk, best wel vaak heb je dan gewoon mensen die dezelfde dingen dragen. Dan kan je beter wat uniekere dingen uitzoeken. Laat je beïnvloeden door wat anderen dragen, dat jij dat dan ook wilt dragen? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Ook niet wat je bijvoorbeeld op Instagram ziet? Ja, onderbewust waarschijnlijk wel. Maar niet dat ik er heel bewust over nadenk of zo, dat ik dat graag hetzelfde wil zijn. Nee, dat niet. Dus je hebt wel echt je eigen ding? Ik hoop het wel, ja. En wat vindt u ervan als iemand hier over straat zou lopen met alleen maar Louis Vuitton en Gucci? Prima. Ja hoor. Als iemand dat wil, is het... Als iemand daar happy in is, dan is het prachtig. Nou ja, als ik merkkleding koop, doe ik dat niet om het merk. Dus dan ga ik ook niet per se. Want meestal, als het nep merkkleding is, dan zijn het meestal gewoon redelijk saaie dingen. Maar dan met een nep merkje erop en dan is het voor mij niet per se... Dat is niet de reden om merkkleding te kopen. Ik vind het eigenlijk gewoon heel duur voor wat je eigenlijk krijgt. Vind ik het in verhouding niet heel uniek. En ik denk, best wel vaak heb je dan gewoon mensen die dezelfde dingen dragen. Dan kan je beter wat uniekere dingen uitzoeken. Do you have an opinion about people who wear brand clothes? I think it's complicated. Because like nowadays the market like from big clothes, like big brands. It's really... Yeah, I don't believe in this market. It's like luxury brands. I think if you have something from antique or something like this, it's fine. But yeah, but nowadays buying from it, I mean, it's not even the good quality anymore. You know, you're gonna pay fortunes for something that is the same. Yeah, it's not even produced in Europe. It's like made in China with the same quality as like any other brand. So. Ik zit niet op social media en ik kijk ook niet veel tv. Ik ga gewoon vanuit mezelf. Ja, eigenlijk vanaf mijn 14e al tweedehands. En altijd ook veel vanzelf genaaid. And do you prefer vintage over normal clothes? Yeah, for sure. Yeah? Yeah, for sure. First because I'm in less impact. Like ecosystem like impact. And I think it has like... a better soul, you know, like you buy something secondhand, it belonged to someone, it has a nice story, and also I believe that the quality was better, but like a bit before, so I believe more in the quality of thrift shopping. Voor mij moet het praktisch zijn, ook vanwege mijn werkzaamheden natuurlijk. Kijk, in het weekend is wat anders, dan ben je altijd of casual of netjes gekleed, dat doet er ook niet zo toe. Maar als voor mijn werk is al gewoon een spijkerbroek, een gewone trui, het is aan een slijtage onderhevig, dan heb ik zoiets van, ach, hoeft er niet zo duur te zijn voor mijn werk.